Wat verandert er volgende week concreet? Kort samengevat komt het neer op deze zes punten. Ten eerste, de avondklok loopt af op woensdag 28 april om half vijf in de ochtend. Daar is verder geen toelichting op nodig, lijkt mij. Ten tweede, het zeer dringende advies voor thuisbezoek. Dat gaat vanaf woensdag 28 april. Van maximaal één naar maximaal twee personen per dag. Ten derde, vanaf woensdag 28 april mogen de buitenterrassen... onder voorwaarden weer open van 12 tot 6 uur smiddags. De belangrijkste voorwaarden zijn dat er maximaal 50 mensen per terras toegelaten worden, met een checkgesprek vooraf, met registratie en met een reservering, die overigens ook ter plekke gemaakt kan worden. Verder houden gasten anderhalve meter afstand van elkaar en zitten mensen met maximaal twee personen aan één tafel, behalve als zij samen een huishouden vormen. Met kursschermen mogen de tafels ook op minder dan anderhalve meter afstand van elkaar staan. Ten vierde de winkels en de warenmarkten. Vanaf woensdag 28 april is in de niet-essentiële winkels een afspraak vooraf niet meer nodig. Daarmee verdwijnt de nodige administratieve romslomp. waar veel winkeliers begrijpelijkerwijs een stevige hekel aan hebben. Wat blijft, is dat het maximaal aantal klanten bepaald wordt. door de oppervlakte van de winkel. rekening houdend met de anderhalve meter. Klanten komen natuurlijk zoveel mogelijk alleen. en mondkapjes zijn verplicht. En ook de warenmarkten mogen vanaf woensdag 28 april. weer volledig open. Uiteraard. Op anderhalve meter afstand. Ten vijfde, iedere student in het hoger onderwijs kan vanaf maandag 26 april. weer één dag per week naar college of naar een andere vorm van live onderwijs. Dus in een klas of collegelokaal. Ondertussen wordt met en op de HBO's en universiteiten. met man en macht gewerkt om zoveel mogelijk sneltesten in te regelen. en daarmee de risico's van besmettingshaarden. Tot een minimum te beperken. Ten zesde en tot slot twee op zichzelf staande besluiten die ook ingaan op woensdag 28 april. Namelijk, het maximale aantal aanwezig op een begrafenis gaat van 5 tot naar 100. En theorieexamens voor alle rijopleidingen worden weer mogelijk.